tegenwoordig rekenen we bestuurders graag af op wat ze gepresteerd hebben. Dus misschien kunnen we u nu wat commitments hier op tafel laten smijten, meneer Dunning. Wanneer is die Health Campus over 5 jaar bijvoorbeeld op een punt waarvan u zegt, ja, dat wil ik hem over 5 jaar hebben. Als we allemaal een bord spaghetti eten, als die stationsnaam veranderd is, als daar hoeveel mensen werken? Nou, de doelstelling is dat er in 2023 1000 nieuwe werkplekken zijn. Maar ik zou toch wel erg teleurgesteld zijn als we tot 2023 zouden moeten wachten. Dus de eerste paal voor een nieuw soort, hè, wat we genoemd wordt het Living Lab, waarin lifestyle advies, bewegingsadvies en gezondheidsadvies en samenkomen. En die kooklessen, die samenkomen. En ik heb teleurstellend nieuws voor de Limburgers, ze zullen er ook zelf heel hard aan moeten werken. gaat in principe rond het eind van het jaar de grond in. Dus dan wordt er werkelijk gestart met, nou ja, of gestart, dan krijgt het wat er al is, een vervolg in een nieuw gebouw. Dan zal ook het binnenplein van het MEC moeten worden opgeknapt, zodat naast wonen en studeren ook dat verblijven een accent kan krijgen. Dus de zichtbaarheid van wat eraan gebeurt moet zeker volgend jaar al starten. En morgen start gezonder leven in voor heel Limburg. Dus dat is een ongoing proces. Mm-hmm. Meneer Goode, een aardige andere indicatie of het goed gaat met die campus is of studenten na hun bachelor ervoor kiezen om in Maastricht te blijven. Hoe zit dat op dit moment? Nou, nu zien we eigenlijk dat er meer studenten na hun bachelor van Maastricht naar andere universiteiten gaan dan dat er studenten van andere universiteiten naar Maastricht komen. En wat leert ons dat? Nou, dat Maastricht nog onvoldoende aantrekkelijk is voor studenten die een masteropleiding willen volgen of een promotietraject willen doen. Die in de wetenschap willen blijven. Ja, en onderzoek willen doen. En dat is denk ik ook gezien de doelstellingen die Maastricht University heeft om verder door te groeien, belangrijk dat we ook meer masterstudenten trekken. Dus het voor meer studenten een eerste keuze wordt om na een bacheloropleiding naar Maastricht te gaan voor onderzoek en een masteropleiding. Dus als ik het even in mijn eigen woorden vertaal, studenten kiezen nu voor Maastricht, want dat is kei gezellig. En als ze dan daar even hebben gezeten en het gaat vervolgens om de inhoud, dan gaan ze naar een andere stad. Ja, ik denk studenten kiezen voor Maastricht vanwege het kleinschalige en studentgecentreerde onderwijs. Studenten kiezen voor Maastricht vanwege de stad, een kleinschalige omgeving. En ik denk dat ze in de toekomst ook naar Maastricht zouden moeten komen of vanwege het goede onderzoek en de topopleidingen die in Maastricht aangeboden worden. Mm-hmm. Wat vindt u de spannendste ontwikkeling nu, meneer Dunning? Nou, dat er inderdaad een infrastructuur gaat komen, niet alleen voor dat toponderzoek, want dat is er al langjarig, maar dat verder wordt uitgebouwd. Maar ook dat daarna er voldoende bedrijven zijn, en dat is ook een van de taken van de campus, om bedrijven vanuit het ziekenhuis naar de markt te brengen, te laten verzelfstandigen. Zodat er daarna ook van onderzoeker die na 4 jaar heeft gezegd, nou, ik heb geweldig onderzoek gedaan, maar nu wil ik ook gewoon kijken hoe het in de praktijk werkt, dat in een bedrijfsmatige vorm kan gaan vormgeven. En al die stappen, dat is eigenlijk het doel van een campus. En het spannende gaat zijn of al die elementen op elkaar gaan inhaken, of dat ze allemaal als los zand. En dan blijft die stoel, die bureaustoel van u met de rug naar de campus schikken. Precies. Bij wie moet je eigenlijk zijn om een stationsnaam te veranderen? Ik denk dat de NS daar een belangrijke rol in speelt. Dus ik denk eigenlijk bij de NS. Maar de gemeente zal daar ook de kleur van het bordje willen bepalen. En ik denk dat er ook ongetwijfeld nog een beheerder is die zal zeggen dat hij over de bordjes gaat. Dus zelfs dat is nog niet eenvoudig. Welkom in Limburg, meneer Dunning. Ja, dat is in Amsterdam grappig genoeg precies hetzelfde. Dit was het jaar van de vlinder. Dank u wel. Dank u wel, de gasten bij Kim. U kunt dit terugzien op L1. Kijk ook eens op L1.nl en op jaarvandevlinder.nl. En breng eens een bezoek aan de Maastricht Health Campus. U moet daar nu voor nog naar station Maastricht-Randwijk. Fijne avond.